De aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door slagerij J&J Rundekamp, Jan Smit BV, Smit Bokkum. Al 6 generaties en ruim 160 jaar het culinaire visitekaartje van Volendam. Pandora Intelligence, Finding the Narrative in Big Data en Vishandel Sier. Goedendag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Aftrap. We hebben vandaag weer een heleboel te bespreken. Dat doen we met onder andere 2 leuke gasten in de studio. We hebben topscheidsrechter Bas Nijhuis en oud-profvoetballer Gerry Koning, momenteel werkzaam als actuaris. Welkom heren. Jack Muren ging op bezoek bij hoofdtrainer Misha Salde en legde hem 4 stellingen voor. De keuze is gemaakt om heel veel te doen met onze eigen jeugdopleiding, onze eigen spelers. Ik ging zelfs langs bij voormalig topkeeper Edwin Zoetebier. En je begint gelijk met de goeie. En we hebben nog de FC Volendam scheurkalender die afgelopen donderdag werd gepresenteerd. Het blijft inderdaad een eer om te zien dat na al die jaren dat er nog steeds zo erg leeft. En dat er toch weer iets wordt uitgebracht waar ja, pa op de voorkant staat. Welkom Bas. Dank je wel. Je bent vaker in Volendam dan in je woonplaats Enschede. Ja, de laatste tijd wel. Nee, is leuk. Ik was hier natuurlijk donderdag. Het was spannend hè. Een spannende wedstrijd. Een lange avond hè. Want ik denk op een gegeven moment gewoon strafschoppen, dacht ik. Hè. Die kant gaat het op. Je had het bijna voor elkaar. Nou, ja, ik niet, maar de jongens wel van Volendam. Die hebben het echt goed gedaan hoor. En ik hoop echt voor hun dat het een ommekeer is. Dat ze nu eindelijk drive in. Dat het ook een beetje mee zit. Want ze hebben wel veel pech gehad in de competitie, vind ik. Ja. Maar het was een geweldige avond. Mooie sfeer. Het stadion zat goed vol. Dus zoals normaal hoort bij Volendam. Dus waren oude tijden weer. Ja. De glorietijden waar hij leeft. Ja, maar dat is wel zo. Ik ga hier wel graag naartoe. Het is een leuke club, leuke sfeer. Nooit geen gekkigheden. Dus ik vond donderdag een mooie sfeer. Ze hebben het goed gedaan. En met een uitstekende doelman afgelopen donderdag. Hij keepte echt een wereldpartij. Ja, maakt een goede indruk inderdaad. Oh, echt heel erg goed. Dus het was een geslaagde avond. Om die rode kaart hè, voor de Dylan Mettens. Ja. Had dan Van Ginkel misschien ook niet wat een kaart moeten hebben? Ja, Van Ginkel stond op en die duwde hem nog weg. Dat klopt inderdaad. En die situatie heb ik natuurlijk niet waargenomen, dus dan moest ik op oordeel van de videoscheids. Maar een videoscheids mag alleen maar ingrijpen als het zeg maar als daarin een rode kaart situatie zit. Dus hij gaf me het advies over over die rode kaart. Okay. En achteraf had ik Van Ginkel daar bij wijze van spreken wel geel voor kunnen geven voor die duw. Ja. Ja, absoluut. Dus hoewel ik wel begrijp dat hij daarna even duwt nadat hij op zijn been heeft gestaan. Ja. Maar inderdaad, dat was. Het was wel een momentje, was voor het eerst ook dat ik met videoscheids in aanraking kwam. En als je dat dan terugziet op tv, dan is het duidelijk. Ja, ja. Het was ook overduidelijk dat Dylan Mettens op zijn kuit stond. Ja, en want in het veld kun je nog voorstellen dat zoiets dat je niet ziet. Want hij kan er per ongeluk op staan, hij kan er overheen lopen. Maar nu zag je echt in de beelden dat hij omlaag keek en echt erop ging staan. Hmm. Ja, dat was goed gezien door Dylan Zichler. Dat is wel interessant, want hij mag jou niet op wijzen dat iemand een andere overtreding heeft gemaakt dat geel waard is, bijvoorbeeld. Nee, je grijpt in, bijvoorbeeld bij alle doelpunten worden gecheckt, alle strafschoppen, oké, dat wordt. En alle tackles waarin je echt een doodschop krijgt, die worden gecheckt. En bijvoorbeeld in het veld, als er iemand een veelbelovende aanval heeft en die moet geel geven, die geef ik niet, dan mag hij niet ingrijpen. Het is maar 5% van de 100% waarin hij eigenlijk in mag grijpen. Nee, oké. Ik kan me nog een situatie herinneren, dat was volgens mij Confederations Cup of zo. Toen gaf iemand de zijlijn een elleboog. Stoot, klopt. En toen kreeg je ook dat, maar gaf hij uiteindelijk geel. Maar dan, hij mag wel besluiten om iemand geel te geven. Nou ja, maar daar was het geval, dan ging hij naar de zijlijn. En daar kon hij op het scherm kijken. Wij hadden hier het geval dat wij zitten nog helemaal in die testfase. Dat het scherm, dat wij naar de zijlijn, die deed het niet. Dus ik moest alles afdoen op de videoscherm. Normaal gesproken, als ik naar de zijlijn was gegaan en ik had dat gezien. Dan had ik misschien gedacht van, ik pak misschien hem nog met een gele kaart. Nou of, niet specifiek richting deze situatie, maar ik vroeg me dat gewoon even af. Ja, en het blijft altijd oordeel van de scheidsrechter. Dus stel, je geeft me als een video scheidsrechter advies van ik denk aan rood, ik ga naar de zijlijn en ik denk van nou, ik zit toch meer aan de gele kant. Dan ben ik altijd degene die nog de beslissing neemt. Ja. Dus dat was in dat geval in de finale, dat klopt. Ja. Mooi, duidelijk. Laten we het onderbinnen een beetje lucht houden nog. Bas, je hebt natuurlijk een eigen bakkerij, heb ik gelezen in je boek. Ja, klopt. En wij hebben hier natuurlijk ook fantastische bakkerijen in Volendam, in Edam. Ja. Dus we dachten bij hoge uitzondering Een taart voor de bakker? Ja, dat is wel heel erg gaaf. Ik maak hem meteen even open. Mag we hebben gehoord dat je niet zo zoete koud bent, maar dat je wel echt, een mooie opdruk houdt. Super. Er staat een mooie tekst op. We hebben ons laten adviseren. Voor de alle slechtste bakker van Nederland. Geweldig. Nee, die is top. Hartstikke mooi gedaan. Super. Nee, die komt wel op. Heb je er nou ook kijk op zo'n taart? Ja, ik zie dat er aardbeien op zitten. Dus en druiven. Dus dat heb ik al. Natuurlijk wel interessant. Waarom moesten wij er de allerslechtste bakker op laten drukken? Nou, omdat ik heb 4 jaar geleden of zo een bakkerij overgenomen. En oud scheidsrechter René Temmings heette mij, begin niet zijn actieve carrière. Maar ik kom eigenlijk uit de slagersfamilie.
Dus ja, ik heb eigenlijk meer verstand van vlees. Dus, en ik heb die bakkerijen overgenomen en dan leer je wel steeds meer. Maar het is niet het geval dat ik weet dat ik, hoe ik dit nou in elkaar moet draaien. Dat lukt me niet echt. Niet zo dat je om 4 uur opstaat met zo'n mooie bakkersmuts op. Nee, dat niet. Maar waarom dan een bakkerij overnemen? Ja, omdat dat kwam echt op het pad dat iemand op een gegeven moment zei van ik wil de bakkerij overkopen. En toen moest ik aan René Temmink denken. Ik denk, nou, misschien is dat wel waar. Ik ga erin stappen. Lijkt me wel wat. Ja, en toen ben ik een bakkerij heb ik overgenomen. Maar heel veel mensen in Haaksbergen, waar het is, denk ook nog gewoon dat ik bakker ben. Want ik heb wel eens... Dan moet ik op zaterdagmorgen, fluit ik zaterdagavond, moest ik Ajax fluiten. En zaterdagmorgen liep ik achter in de bakkerij, kom ik naar binnen toe. Dan doe ik wat meel op mijn broek zo. En dan, dan loop ik gewoon de winkel in. En dan zie je echt van die klanten, och jong, wat doe je toch? Ik zeg, ja, je moet vanavond nog fluiten. Zo raar dan bij ons op dialect. Ik zeg, ik moet wel voor u bakken. Ja, maar god, toch slaap, we gaan slapen. Ik zeg, ja, oké, dan ga ik wel naar bed. En dan zegt zo'n vrouw nog, ja, maar kun je me dan nog even snel helpen? Ik zeg, tuurlijk, zegt u maar, mag ik een moutbus? Nou, dan kijk ik zo achterop. Ja, dan mag u het zelf wel aanwezen. Ik begon niet welk brood het is. Dus daar val je wel direct door de mand. Ja. Maar het is wel erg leuk om te doen. En ja, ik vind het heel erg leuk om eigen winkel te hebben. Dus als ze jou direct in het stadion koekenbakker noemen, dat kun je wel hebben? Ja, dat kunnen we wel hebben, ja. Ik heb ook wel eens dat ze langs de lijn staan met een gevulde koek. Als ze zijn lekker door Bas wil. Ja. Dus dat wel. Maar dit is echt leuk. Dus ja, nou, onze slechtste bakker. Ja, hij heeft ook nog gelijk. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Leuk. Ga even naar Gerry. Oud profvoetballer. Je behoeft eigenlijk geen introductie natuurlijk. Momenteel fulltime werkzaam als actuaris. Ja. Maar dan sloeg ik het Noord-Hollands Dagblad open, een paar maanden geleden. En ik zag Gerry Koning sluit eraan bij het eerste zondagelftal van RKV Volendam. Ja. Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ja, inderdaad. Nadat ik gestopt ben, heb ik een jaar niks gedaan. Toen was ik er ook wel even helemaal klaar mee. En ik verlangde naar vrije weekenden, zeg maar. Dus, maar dan gaat het toch weer kriebelen, wat je al zegt. En dan, toen ben ik bij het derde elftal van de zaterdagamateurs aangesloten. Dat was eigenlijk precies wat ik zocht. Er was wel een training op woensdag, maar daar waren over het algemeen een man of 6 van de 20. En ja, op zaterdag een wedstrijdje spelen. Maar goed, ja, dan inderdaad, dan gaat het toch weer een beetje kriebelen van wil weer toch weer iets op een iets hoger niveau spelen. En zodoende hadden we hier het jaarlijkse KJ-toernooi, niet onbekend. Ja. En toen raakte ik met Barry Smit in gesprek. De trainer van de zondag. Ja. Ja. En dus zodoende, toen heb ik aangegeven dat ik daar wel oren naar had. Ja, mijn zoon Marco die bezoekt ook vaak wedstrijden van de zondag. Met name de thuiswedstrijden. En die zei van de week, hij steekt er echt met kop en schouders bovenuit. Nou ja, het is leuk dat hij dat zegt. Ja. Ik doe mijn best en dat gaat de ene week wat beter dan de andere keer. Maar op zich, ik kan het prima bijbenen. Ik denk dat ik nog wel... een van de fittere spelers ben. En ik sta nu op een positie op middenveld, daar waar ik vroeger altijd achterin stond. Een beetje controleur op middenveld. Dus, maar dat, dat gaat lekker. En dat vind je een leuke positie, Ger? Ja. Middenveld? Ja, nou, dat vind ik leuk om te doen. Ja. Dus, een beetje de zaken regelen daar op dat middenveld en vocaal gezien? Ja, proberen inderdaad ook wel de boel neer te zetten. Met name ook, daar hebben wij problemen mee. Dat we met te veel mensen voor de bal willen spelen. Ja. Dus dan moet er toch iemand ook proberen de restverdediging in acht te nemen. Ja, en voor die jonge gastjes is dat natuurlijk prachtig. Ja, nou, er spelen ook wel een aantal oudere jongens in, hoor. Dus ik ben wel de oudst, maar... 37 nu? Er zitten wel een paar dertigers in het elftal, dus... Maar wat dat betreft hebben we een goede mix. Maar die jonge gastjes die hangen aan je lippen, neem ik aan, of niet? Oh, nee, dat weet ik niet. Dat wil ik niet zeggen. Maar ik denk wel dat het scheelt dat er iemand met voetbalervaring meespeelt. Ja. Ja. Leuk. Jullie staan bovenaan in de derde klasse nu? Ja, ja, we hebben 5 gespeeld, 12 punten. Dus gaat tot nu toe gaat het goed. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk een drukke baan als actuaris. Ja. Er zijn er relatief veel van, hè, in Volendam. Ja, ik geloof dat wij de hoogste dichtheid hebben van heel Nederland qua actuaris. Ja. Kun je een beetje uitleggen wat dat vak zoal inhoudt? Actuaris is eigenlijk een soort van verzekeringswiskundige. Er komen veel cijfers bij kijken. Wij zijn veel bezig met risicomanagement, inschatten van risico's. En dan met name op het gebied van pensioenen en verzekeringen. Ja. Hoe kan het dat zoveel Volendammers die kant op gaan? Ik denk toch dat dat stukje mond-op-mond reclame is.
ja, ik weet, zo ging het tenminste bij ons ook, dat wij nog op de middelbare school zaten. En toen waren er een aantal die ja, twee lichtingen voor ons zaten, die ook die studie waren gaan doen. En die waren daar heel enthousiast over. En die kwamen daar ook over vertellen toen nog bij ons op school. En ja, als je goed bent in wiskunde en economie, dat soort vakken, met exacte vakken, dan is dit een mogelijkheid. En als er dan ja, veel reclame voor wordt gemaakt en er wordt aangegeven dat er veel werk in is en het betaalt ook nog eens goed, ja, ja. Dan is dat een... 1-1 is dan 2. Dat zie je niet zo vaak, hè? Dat de voetballers tijdens hun loopbaan aan het leren zijn om wat na hun loopbaan te gaan doen. Nee. Nou ja, dat zijn wel, ik denk dat het wel, met name ook in de Jupiler League, dat tegenwoordig steeds meer spelers ervan bewust raken dat het ook wel eens zo kan zijn dat ze zich niet binnenspelen. Ja. En dat ze dus ook na hun carrière nog iets moeten doen. Dus ik denk wel dat steeds meer spelers een studie oppakken. Maar het is wel lastig, ja. En hoe zit dat met jou, Bas, eigenlijk? Ja, Bas heeft een bakkerij. De een neemt een bakkerij over, de ander wat actuaris. Ja, dat klopt. Nee, maar ik vind het wel heel belangrijk wat ik zeg, want heel veel, wat je nu ziet, je hebt heel veel jonge gasten, die gaan voor dat voetbal. Maar hoeveel halen het? Ja. Wie kunnen er nog van leven? Want je moet als voetballer, en we zeggen als je midden 30 bent of begin 30, dan stopt het al. Ja, inderdaad. En heel veel jonge voetballers die worden altijd op handen gedragen, altijd, en die moeten dan in één keer toch de arbeidsmarkt in. Ik vind dat er is veel te weinig aandacht voor. Kijk, en bij de Jupiler League club zal dat iets meer zijn, maar als je Eredivisie clubs hebt, die jongens die gaan daar vaak voor en die denken van ja, voetbal, en dan is het klaar. Ja. En bij ons is het zo, kijk, wij hebben natuurlijk, zolang wij de testen halen, kunnen wij nog door. Vroeger hadden wij ook contracten, net als voetballers, de een keer 4 jaar, de ander 3 jaar. En nu hebben we contracten voor onbepaalde tijd. Alleen, we moeten de fitheidtesten halen, dus de conditietesten. En als we die halen, conditietesten, dan kunnen we dus door. Maar ja, dat is gewoon 1 keer per jaar? Nee, dat is wel 3 keer per jaar. Okay. Dus, en dan, je moet zien, dan heb je van 16 tot 16. En dan echt, ik denk 5 meter in de 16 aan beide kanten. Dan lopen wij binnen 15 seconden, moeten we naar de overkant. Dan hebben we 15 seconden uitlopen, maar dan moeten we wel blijven lopen. En dan weer terug. En dan 40 keer van dat soort sprinten. En allemaal dat soort testen. Dus op een gegeven moment, als je een keer 48, 49 bent, ja, dan wordt het zo zwaar. Ze maken het wel zo scherp dat je dan op een keer reageert, maar dan is het afgelopen. Hoe lang ben jij nou trouwens al 60? Ja, ik ben in 2005 denk ik in de Eredivisie gekomen. Ja, en kun je eigenlijk binnenfluiten, om het zo maar eens te zeggen? Nee, je kunt je eigenlijk binnenfluiten. Kijk, wij kunnen wel gewoon, als wij normaal doen en je doet gewoon, je legt wat aan de kant, dan kunnen wij na die tijd hoeven wij niet meer, misschien niet de hele week te werken, dan kun je gewoon misschien een 24 uur gaan werken daarna, dat is ook prima. Maar ja, je hebt ook jongens die maken het allemaal op, maar hetzelfde met voetballers, ja, die genieten ervan en die gaan daarna weer volledig aan het werk. Dus, ik heb de bedragen gelezen, want die noem je ook in je boek. Ja. Dat ze 6.000 voor FIFA-wedstrijden of UEFA-wedstrijden. Ja, dat is bij een UEFA-wedstrijd, dat klopt. Ja. Maar ja, goed, dan denk je van, ja, oh, wat veel geld. En dan loop je op een Champions League-wedstrijd. Maar ja, Zlatan loopt naast je, die verdient 2,85 in de week. Dus weet je wel, en dan €1.000, hè. Dus niet, ja, dus het is wel heel... kijk, en je zit wel in het miljoenenbal waar je dan bent. Ja. Hè, dus wat dat betreft... nee, maar ik klaag absoluut niet. En we hebben echt fantastisch mooi vak. We gaan overal naartoe. En nee, ik vind het echt geweldig om te doen, dus... prima zo. En die gaat dan nog de keer ook tegen je, die Zlatan. Ja, Zlatan die kan het wel hoor. Het is echt een. Ja, voor bepaalde spelers heb je vaak toch wel een beeld. Hè. En zo'n Zlatan, ja, dat is toch wel een mannetje hoor. En dan staat hij zo voor je. Me, the big Zlatan, zegt hij dan wel. En, maar het is wel een. Het is wel gaaf om al dat soort spelers tegen te komen. Ja, absoluut. Dus, en dat vind ik wel mooi. Als je eerlijk bent, hè, ben je er in het begin wel eens vatbaar voor geweest? Dat zo'n grote jongens naar je toe komen en gaan protesteren? Nou, in het begin kom je natuurlijk voor het eerst, als je voor het eerst in de Eredivisie komt, maar ook in internationaal, je komt daar voor het eerst die gasten tegen. Of nou Ronaldo is, Zlatan, dan denk je wel van wow. Wel, maar ja, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet als Alice in Wonderland daar rondlopen. Je moet wel, op een gegeven moment wordt dat wel normaal hoor. Dan ben ik wel, of Gerry Koning kom je tegen. Ja, nou, die kun je begin niet ook. Wel. Maar we zaten net te denken waar we elkaar tegen. Want dat moet haast wel dat we elkaar. Dat kan ik zeker. Maar ik bedoel, ik kan me geen situaties meer herinneren. Nee. Wat ik al zeg, dat is wederzijds is dat goed. Dat we dat van elkaar niet meer weten. Dan. En alle lastige spelers onthoud je wel. Ja. Dus wat dat betreft is het wel positief. Dus wel, Want jij bent geen speler die een scheidsrechter het leven zuur kan maken? Nee. Nee, ik ben over het algemeen ben ik erg rustig tegen scheidsrechters. En natuurlijk, je verliest wel eens af en toe. Hè, en dan verlies je wel eens je beheersing. Zeker. Maar dat is dan echt puur op het moment dat ik het idee heb dat mij onrecht wordt aangedaan. Weet je? Dan, nou heeft elke speler dat. Maar ik ben wat dat betreft, durf ik wel te zeggen dat ik dat op een laat niveau had. Ja. Dat vond ik wel mooi om te lezen. Dat dan bijvoorbeeld spelers in de Eredivisie die zijn heel erg aan het protesteren vaak. Ja. En dan zo'n uitgerekend zo Ryan Giggs, een grote jongen.
Je hebt gewoon heel veel respect voor een scheidsrechter. Ja, dat is echt heel apart. Ja. Want Ryan Giggs heb je een beeld van tv ook. Beckham ook trouwens. Hè? Ja, Beckham ook. Ja, ja. Maar Ryan Giggs, en dan vloot je met zijn wedstrijd van, ook van United. En dan moet je voorstellen, dan krijgt hij dus echt een tik. Wat later ook, waar je ook voor kunt fluiten. Maar goed, ik liet dat dan doorgaan. Dan 7 minuten later of zo is er een blessurebehandeling. En dan komt hij echt naar je toe. Hey, ref, do you really think it was a free kick? En hij begint gewoon te praten. Ja, ik had echt geen idee dat de vrije ik had echt idee dat ik geraakt werd. Heel rustig. Ja. Ik zeg, nou, ik zeg van mijn positie, bla 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 bla. Oké, ref, no problem. Enjoy the match. Dat werkt ook veel beter, hè? Ja, maar, precies, maar dat moet ook kunnen. Ik heb dat ook wel eens gehad, dat je dan gewoon op het moment dat het dan rust is en je loopt samen het veld af, dat je dan nog eens een keer een situatie probeert terug te halen, weet je, met een scheids. En dat moet kunnen, vind ik. Maar ik heb ook dan situaties meegemaakt dat een scheidsrechter dan zeg maar een deze deed. Ja. Van, precies. Geen commentaar en dat vind ik jammer. Ja, maar dat zijn juist vaak momenten waarin je heel goed contact kunt krijgen met spelers. Ja. Als je de rust voor het veld, want heel vaak spelers wachten nog in de catacomben, want dan willen ze allemaal gelijk naar buiten toe. Ja. Nou, dat weet je. Dus dan ga je al extra vroeg je kleedkamer uit en dan ga je juist die speler even opzoeken. Ja. Dat zijn vaak de momenten. En die moet je ook aangrijpen als scheidsrechter om het spul weer te sussen. Maar jij bent ook een scheidsrechter die veel toelaat, hè? Ja. Maar ja, ik had donderdag hier bij Volendam ook. Die jongens zeiden ook hier bij Volendam. Ik heb een aantal spelers na afloop gesproken boven in die lounge gedeelte daar. En die zeiden ook van, het is heerlijk, man. Heerlijk, man. Dit is voetbal. Laat lekker gaan. Ja. En natuurlijk krijg ik ook wel eens een setje mee. Maar ik weet gewoon dat ik ook iets uit kan delen. Ja. En dat is het geheel. En waar je nu mee te maken hebt, dat is, ook Volendam staat nu op een plek op de ranglijst, waarin je ook heel vaak debuterende scheidsrechters krijgt. En ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dan krijg je een jonge scheidsrechter. Volendam is een nette club. Dus dat betekent dat het ook heel goed is voor een KNVB dat ze hier een jonge scheidsrechter naartoe kunnen sturen. Volgens mij hebben jullie laatst ook de jongste scheidsrechter hier ook gehad. Was het ja, hier dat ook kan, ja. Dan dat geeft aan dat de club is gewoon een nette club. Daar kun je wel iemand naartoe sturen. Ja. Maar ja, dan krijg je vaak jongens die natuurlijk ook in het begin van de carrière zitten. Of met snelle gele kaart, korte fluiten. En ik begrijp dat wel, want dat heb ik zelf ook meegemaakt. Maar goed, dat is ook waar je nu staat op de ranglijst. Die willen eigenlijk bewijzen. Ja, bewijs. Ja, die denken toch meer nog volgens de regels. En dat is ook logisch, want je wil op een gegeven moment komt dat traject en dan laat je meer toe of je gaat je eigen ding doen. Ja, en dat is het. Heb ook met ervaring te maken misschien. Ja, 100%. Ja. Goed. Alles over het vak is te lezen in het nieuwe boek. Niet zeiken, voetballen. Zeker. De markt bracht de Bas Nijhuis. Nu al een bestseller, hè? Ja, hij is op nummer 3 binnengekomen. Ja, echt. Ik had het nooit verwacht. Maar echt fantastisch. En ik hoop echt dat mensen het leuk vinden. De eerste reacties zijn heel erg goed. Ja. Ja. We gaan er zo verder over praten. Dank uitgebreid. Hij heeft verder met een filmpje. Daarin gaat Jack op bezoek bij hoofdtrainer Misha Salde. En ik ga zelf langs bij voormalig topkeeper Edwin Zoetebier. We hebben het natuurlijk over FC Volendam. Edwin, allereerst een 10 voor je outfit. Daar ligt het niet aan vandaag. Dankjewel. Top dat je er bent. Ik wil je 4 stellingen gaan voorleggen. Het werkt als volgt. Je hoeft te antwoorden met eens of oneens. En vervolgens krijg je een minuut lang om je keuze te onderbouwen. Oké. Nou, is duidelijk. Goed. Ja? We beginnen met stelling 1. En dat is Volendam had Joey Veerman eerder moeten verkopen. Je begint gelijk met de goeie. Moeilijk. Oneens. Omdat je kiest op een gegeven moment voor een lijn als club zijnde die je uit wil zetten. En als Joey daarin past, dan heb je zoiets van, dan wil je die kost voor kost bijhouden. En ik moet ook eerlijk bekennen, Joey heeft vorig jaar, de helft van het seizoen is hier bijgekomen, of 3/4 van het seizoen. En ben je dan al klaar voor een stap te maken? Denk ook dat moeilijk is. Dus ik vond het een logisch verhaal dat Joey nog minimaal een jaar bij Volendam zou spelen. Ook voor zijn eigen ontwikkeling. Dus ik snap dat Volendam hem wel bij hem heeft gehouden. Ja. Stelling 2 is, Misha Salde haalt te weinig uit de huidige selectie. Op basis van eens, maar op basis van de uitslagen is moeilijk te zeggen. Tuurlijk, je hebt 4 punten. Alleen de eerste 2 wedstrijden heb je heel veel pech gehad. Voor hetzelfde geld win je die. Heb je 6 punten, sta je nu op 10 punten. Je weet vooraf dat je met een jonge selectie begint. Je hebt denk ik, als je kijkt naar de selectie, heb je denk ik 25%. Oudere spelers, 75% jonge spelers. Dan moet je daar ook de consequentie aan verbinden dat dit niet het jaar gaat worden. Ik denk dat je in opbouw bent. Dus wat dat betreft moet je daar geduld bij hebben. Ja, op dit moment denk ik zeker als je kijkt naar de ranglijst en de punten die we nog niet gepakt hebben. Ik denk dat het wel inherent is aan een jonge ploeg die op een gegeven moment, op het moment dat het dan even tegen zit.
Moeite heeft om de draad weer op te pakken en het vertrouwen iedere keer te houden en ja, je te houden aan de dingen die je moet doen. In de voorbereiding hebben we met die jonge ploeg eigenlijk een prima voorbereiding gedraaid. En dan zie je dat als het alles Hosanna is, dat ze daar volledig in meegaan. Ja, en op het moment dat het wat minder gaat, dan is het best moeilijk om ergens houvast aan te hebben. Ja, en dan heeft het toch misschien één of twee geroutineerde spelers hebben dan misschien net even dat stapje extra wat de jeugd nog tekort komt. Aan de andere kant is het ook iets waar we voor gekozen hebben om die jongens te ontwikkelen. En ik denk dat we wat dat betreft wel bezig zijn met een elftal aan het neerzetten en met jongens vanuit de jeugdopleiding inpassen. Maar resultaten zullen zeker snel gehaald moeten gaan worden. Gaan we door naar stelling 3. Dat is de functie technisch directeur en hoofdtrainer gaan perfect met elkaar samen. Eens. Puur om het feit dat vorig jaar heb je het gezien, of twee jaar geleden heb ik gezien met Streppel bij Willem II. Willem II zat ook in moeilijk vaarwater wat betreft financiën. Het is op dit moment geen gelukkige keuze. Alleen, je hebt wat dat betreft ook gelijk meteen, hoe moet ik dat zeggen, je weet wat je moet veranderen in je selectie, kun je daar ook adequaat op reageren. En in overleg uiteraard met de directie gaat dat denk ik normaal gesproken goed. Nou, dat vind ik wel. En dat heeft ook te maken dat wij, en dat is natuurlijk bij meerdere clubs, een bestuurslid technische zaken hebben die daar kort bij zit. Maar we ook meerdere mensen binnen de club hebben die ons natuurlijk van adviezen voorzien. Ik denk dat het werk van de technisch manager, hè, we hebben natuurlijk een hoofdscouting, we hebben een goede jeugdopleiding. En de keuze is gemaakt om heel veel te doen met onze eigen jeugdopleiding, onze eigen spelers. Dus dat betekent dat er voor de technisch manager daar op dat vlak minder dingen te doen zijn. Als misschien bij een hele grote club die heel veel spelers aantrekt van buitenaf. Dus dat is een bewuste keus geweest. En op dit moment kunnen we het prima verdelen met de mensen in onze organisatie. En denk ik dat het goed te doen is. Kun je begrijpen dat er kritiek is? Absoluut, ja. Dat snap ik. En dit is ook niet waar Volendam hoort te staan. En op het moment dat je dan laag staat, natuurlijk is er dan kritiek. Dat is altijd. Dat is inherent aan het voetbal. Alleen, ja, ik denk altijd wel van heb geduld. Geef mensen de tijd. Want laten we eerlijk zijn, Micha is net nog niet eens een half seizoen bezig. Dat moet ook groeien. En ik ben van mening, geef het de tijd en dan komt het goed. Brengt mij automatisch bij stelling 4. En dat is FC Volendam moet zich erbij neerleggen dat de glorietijden voorbij zijn. Oneens. Nee, kijk, Volendam, ik kijk jou nu in je gezicht aan. Achter je, daar ligt de RKAV. Ja, laten we eerlijk zijn. Je hebt daar een gigantische aanwas. Uiteraard in de regio heb je ook natuurlijk genoeg mensen. Maar zeker bij de RKAV heb je genoeg aanwas. Dus absoluut oneens. De glorietijden die komen echt wel weer. Dit is een incident. En dat kan gebeuren. En dat gebeurt elke club. En nou is het overkomt het Volendam tot zijn laag staan. Maar daar ben ik van overtuigd dat we daar ook wel weer vandaan komen. Nee, omdat ik vind dat, kijk maar naar de afgelopen 10 jaar, hebben we altijd een situatie gehad dat we meededen om de prijzen. En dat we meededen een aantal jaren ook voor de promotie. Alleen het is wel anders als jij kwalitatief heel veel goede spelers hebt. Hè. Maar op het moment dat Brentley Koubas hier binnenkwam en Marengo binnenkwam, toen waren het ook niet de gedoodverfde jongens die het verschil zouden maken. Een aantal jaar te later stonden de jongens er. Nou, zo zie je dat natuurlijk nu ook met een aantal jonge jongens. Of het vanuit de opleiding is of kijk, Giuliano van Velsen heeft het hier goed gedaan, is uiteindelijk weer weggegaan. Maar die heeft ook een stappen nodig gehad op het moment dat hij binnenkwam. Nou, ja, dat geldt misschien ook voor Rodney Antwi, Nick Dodeman of Louis Pedro. Maar ook onze eigen Roy Tol uit de opleiding. Dus het is niet zo snel dat die jongens er dan meteen staan. Dus we zullen daarin wat geduld moeten hebben. Zeker omdat je het heel regionaal wil neerzetten. Volendams getint is dat heel belangrijk. Jouw conclusie is geduldig blijven, rustig blijven en dan komt het vanzelf goed. Ja, mits je natuurlijk wel hard werkt. Maar daar ga ik vanuit tot met de staf die we dit jaar hebben. Met Micha, met Barry, met Johan en met Peter en met Bela. Totdat het wel goed zit. Ja, het blijft een actueel onderwerp. De prestaties van FC Volendam. Afgelopen donderdag speelden ze een opvallend sterke partij tegen PSV. Vandaag, zondag, gaan ze op bezoek bij MVV. Op jacht naar de eerste overwinning van het seizoen. Ja, Gerry, jij hebt natuurlijk mooie tijden meegemaakt in het shirt van FC Volendam. Hoe kijk jij naar de huidige situatie? Ja, het is niet leuk om te zien
dat je ploeg momenteel laatste staat in betaald voetbal, dat doet pijn. Maar het is zaak om daar zo snel mogelijk uit te komen. Hoewel ik denk wel dat het lastig gaat worden. Want, ja, waarom? Nou ja, je zit momenteel gewoon in een situatie, ik ken dat ook van vroeger nog. Je zit dan gewoon, er heerst een gevoel in de groep, je zit in de hoek waar de klappen vallen. En het is moeilijk om daar uit te komen. Je hebt dan echt een wedstrijd of 2-3 nodig dat het wel even net alles op de juiste plaats valt. En dat je wel gewoon een overwinning uit het vuur sleept. Maar de vraag is dus of dat gaat lukken. Dat gaan we zien de komende weken. Ja, als jij het van buitenaf bekijkt, waar denk je dan dat het aan ligt? Kwaliteit in de selectie, in de trainer? Of? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat afgelopen donderdag de eerste wedstrijd was die ik integraal ook live zat te kijken. Dus wat dat betreft kan ik er niet heel veel over zeggen. Maar ja, ik denk wel dat het ook uit financieel oogpunt dat Volendam het afgelopen seizoen niet veel heeft kunnen doen met het aantrekken van spelers. En dat je dat uiteindelijk wel terug gaat zien. Ja. Wat vind je van de dubbelfunctie van Michel? Nou ja, dat is iets wat ik als club zijnde niet zou willen. En misschien willen ze het zelf ook wel niet, maar is het ook weer uit financieel oogpunt noodzakelijk. Maar ik zou dat niet, ik zou er niet aan beginnen als club zijnde. En eigenlijk als Michel zelf zijnde ook niet. Zou ik het niet willen. Nee. Bas, hoe heb jij Volendam ervaren trouwens in het veld? Ik vond ze echt... ik heb het idee dat als zij spelen... Want ze hebben best wel een voetballende ploeg. En als je dan speelt tegen een eredivisieclub... kun je ook gewoon veel meer voetballen. Je hebt veel meer tijd. Je kunt rustig je opbouw doen. Ik vind vaak in de Jupiler League gaat het toch allemaal wat sneller. Het gaat vaak ook... het is echt werkvoetbal. Ja. Het gaat alle kanten op. Ja. En wat je hier zag is dat ze kunnen gewoon hun spel spelen. En tuurlijk, de omschakeling en in één keer kan er een moment zijn. Dan moet je er zijn. Dat is vaak de eredivisie. Maar ze kunnen heel goed spelen tegen dit soort clubs. Is er een groot verschil? Dat zag je ook wel, hè? Ja. Je zag dat in de voorbereiding ook tegen volgens mij Zwolle en Jong Ajax hebben ze ook gespeeld. En dat ja, gaat dan dat... in de voorbereiding, dan halen ze goede resultaten tegen voetballende clubs. Maar is dat ook niet voor mij dat je misschien die hele voorbereiding ook wel kiest om dat tegen dat soort clubs te spelen? Misschien moet je ook wel eens een keer onderling tegen die toch wel wat andere tegen. Ja, dat je zelf het voetbal moet maken. Ja, misschien wel. Want dit was echt, ze lieten natuurlijk op een gegeven moment PSV ook komen. En ze konden rustig en met een goede counter. Ze hadden zelfs nog een kans ook met een kopbal dat ze zeiden, nou, hetzelfde geld wat ik gescoord. Een duide man. Ja. Ja, maar je ziet wel, er zit wel voetbal in, maar het is ook wat jij zegt. Het is ook vertrouwen. Als jij 1-2 wedstrijden wint, jongen, dan komt dat weer. En dan gaat het in het team weer leven. En ik zou me niet zoveel zorgen maken om Volendam. Want als ik ze afgelopen donderdag dan zie spelen, dan denk ik van ja daar zit wel voetbal in. Ja. Vind je echt dat er veel verschil zit tussen de Jupiler League en de Eredivisie? Nou, als je dus afgelopen donderdag zag en je zag de nummer 1 tegen de nummer laatste bij wijze van spelen, dan zou je zeggen van niet. Maar ik vind wel dat er... het verschil zit vaak in die momenten, in die beslissende momenten. Dat zie je nu, dit doelpunt van Ginkel was natuurlijk, daar kom ik uit het niets. Ja. Maar heel vaak, het is één bal voor, paf, doelpunt. En dat is het vaak. Het is vaak het afmaken. Ze zijn net wat... fouten worden meteen afgeslaan. Dat is het. Dat individueel is het versterker misschien. Ja, op dat soort momenten wel. Ja. Maar als team zijn, dan kun je met een club heel goed spelen tegen een eredivisieclub. Dat weet ik wel zeker. Ja. Het was in ieder geval vrij uniek dat het stadion 2 keer in 1 week nagenoeg was uitverkocht. De Dijk tegen Ajax en Volendam tegen PSV natuurlijk. Ja, stadionspeaker Jack, hoe heb jij het ervaren? Want jij maakt het ook niet elke dag mee natuurlijk. Nee, dat zijn wel de krenten in de pap natuurlijk. En dat is fantastisch. Want ik bedoel, je kan beter voor een uitverkocht huis wat zeggen dan dat er 2.000 of 3.000 mensen zitten. Dat is logisch. Maar de sfeer was geweldig. Met name woensdag met al die Amsterdammers. Ja, ik zeg al, dat zijn de krenten in de pap. En dan donderdag ook nog, Volendam. Was ook op 1.000 mensen was het uitverkocht. Dus oude tijden leefden en je hoopt erop dat er meer mensen komen naar Volendam. Maar dat is ook inherent aan je positie waar je nu staat. En heeft het ook niet te maken omdat je gewoon op vrijdagavond speelt? Vrijdagavond ligt natuurlijk wel gevoelig in een plaats als Volendam. Kijk, als je op zondag speelt of zaterdagavond, je speelt hier, dat is toch ook voor de mensen? Je moet je wel afvragen, als je op zondag speelt en je staat op deze positie, krijg je dan zoveel meer mensen? Maar ze spelen ook af en toe op zondag, hè? En dan is het stadion ook niet vol. Nee. Bij lange na niet zelfs. Dan moet het alles valt of staat met resultaat. Ja, dat klopt. Maar dat is een discussie die al jaren gevoerd wordt. Ook binnen Volendam. Toen dat voor het eerst geïntroduceerd werd, toen was daar ook veel tegenstand tegen. Omdat veel mensen nog koopavond daardoor niet naar het stadion kunnen. Maar ik vraag me het inderdaad af hoor. Of je zeg maar nu meer mensen zou trekken als je echt op zondag zou spelen. Ja. Ja, en ze doen er alles aan hoor. De club doet er alles aan. Ik bedoel, de kinderen mogen er gratis op. En dus ze maken zat reclame.
Wat je nu ook ziet, is je speelt gewoon twee wedstrijden na elkaar. Hè. Je speelt op kunstgras. Je kunt gewoon woensdag en donderdag kun je gewoon spelen. Dat is ongelooflijk. Was al leuk in de Telegraaf, stond geloof ik, van de Terreinknecht heeft goed werk verricht. Ja, goed werk verricht. Twee dagen bij een biljart maken. Ja. Ja, ik moet zeggen, voor een kunstgrasveld is het veld perfect. Voor een scheidsrechter is geweldig om te lopen. Maar het is wel, het blijft altijd toch mooi. Ik ben echt een voorstander van om gewoon, kijk, als je het veld ook ziet of in de Kuip of noem maar op, ja, dat is toch een mat, jongen. Dat vind ik wel het mooiste. Maar ik begrijp wel, ook uit financieel oogpunt en alles, dat het voor een club makkelijker is, ook in de Jupiler League, om een kunstgrasveld te hebben. Omdat het, ja, je kunt elke dag trainen op dezelfde plek, je hebt altijd dezelfde omstandigheden, je kunt alles hou je bij elkaar. Ja. En dan kun je ook twee wedstrijden achter elkaar spelen, maar de voorkeur gaat toch echt wel uit. Maar zoals die blessure van Chinny. Zou je dat kunnen aanrekenen op dat kunstgras? Maar dat krijg je dus heel vaak. Dat heel veel mensen nu zeggen van ja, er gebeuren nu wel heel veel van dat soort zaken. Maar zou dat dan ook niet op gras? Ja. Veenhoffietje, speelt ook zijn kruisband af bij AZ. Klopt. Ja. Gewoon gras. Op gewoon gras, dat klopt. Ja. Dat is waar. Ja. Dus, maar goed, ik denk dat het wordt wel steeds meer. Ik ben benieuwd. Ja. Is het, je zegt, ik vind het mooi om hier dan als scheidsrechter rond te lopen. Is dat nog op een bepaalde manier gek? Op het ene moment sta je op Wembley. En op het andere moment loop je hier in het krasstadion. Ja, maar wat ik mooi vind aan het stadion is hier, is als je de warming-up doet, dat je direct contact hebt met de supporters. Ja. Dat was hier donderdag ook. Ja, dat was echt ongelooflijk. Ik deed de warming-up en er stond een man in de hoek. Bas, je moet wel straks even signeren. Die had gewoon het boek meegenomen. Die stond daar gewoon echt geweldig. Ja. En allemaal mensen met een biertje in de hand. Gewoon dat gemoedelijke scheids. En dan kinderen die op de foto. Ik zeg, kom er maar overheen. Dus over de reling gehaald en even een fotootje. Gewoon heel gemoedelijk. En als je aan het rekken bent, heb je gewoon contact met die mensen. Dan kun je gewoon met die gasten gaan praten. Dat vind ik echt leuk. Dat is de sfeer die je dan bij zo'n stadion hebt. Ja, ja. En dan moeten ze hier ook niet gaan veranderen, want dat is typisch Volendam. En dan lopen er ook nog wel eens mensen binnen, weet je, voor de wedstrijd. Ja, die krijg je ook nog van die lastige gasten. Zoals Jacques Muren. Ja, dat is heel vervelend. Maar goed, die moet je direct klikken aan. Maar als je een hele voorbereiding gaat naar de Filistijnen. Maar maar dat is gewoon hoe het hier is. En dat is hier altijd, Wil. En altijd even de voorzitter na afloop, die ook al hebben ze altijd even scherp is, Wil, naar de scheidsrechter toe. Ja. Dus echt, dat is geweldig. Ja. Hij was er trouwens niet donderdag. Dus, nee, hij is op vakantie. Zo, met vakantie. Tijdens het seizoen is ongelooflijk. Ja. Ja. Maar kan gewoon hier. Kan gewoon hier. Ja. Ja. Wel een puntje van kritiek trouwens op je boek. Ik lees vrij weinig over Volendam. Ja. Ja, als we geweten dat we hier hadden gezeten, hebben we er even een anekdote ingezet. Maar dat komt dus nu in de volgende uitgave. Dat moet wel, hè. Ja. Een apart hoofdstuk. Vijfde druk nu? Ja, ze hebben nu de vierde, waarschijnlijk komt nu de vijfde druk. Het is ongelooflijk, hè, hoe dat gaat. En de uitgever belde ook op. Ja, je bent op nummer 3 binnengekomen, de bestsellerslijst. En ik zei, ja, is dat goed dan? Is dat goed? Je staat na Jan Wolkes en weet ik allemaal. Ik heb geen idee. Maar wat is het dan dat dit boek zo goed maakt? Wat is dat dan? Ja, er is wel heel veel aandacht voor geweest. En heel veel mensen, omdat je misschien toch in je actieve carrière vertelt wat mensen graag willen horen. Ja. Wat ik vind, dat was in jouw tijd toch ook niet, dat de spelers tegenwoordig allemaal zo staan. Nee, ja, ik kan me daar mateloos aan irriteren dat ze zo voor je staan. Dat ze ook zo staan van, ik zeg, ja, doe even die hand weg, want ik versta je echt niet. Nee. Wel? En er wordt steeds allemaal meer geheimzinnig over. Ik denk, man, praat gewoon en doe gewoon je dingen. We leven veel te veel in een angstcultuur. Zo. Dat was in jullie toch ook niet denkbaar dat je zo stond bij elkaar. Kijk, ik kan me er iets bij voorstellen als je op de bank zit en er zit daar, je speelt in de hoogste divisie in Spanje of in Engeland. Daar zitten gewoon mensen die zitten puur daar op te letten. Ja. Maar het gaat wel een beetje te ver nu, vind ik. Ik neem aan dat ze toch niet een bankrekening nummer doorgeven. Nee. Ik bedoel, dat zijn toch geen geheimen? Afgelopen woensdag zag ik het bij de Dijken Ajax, zagen we het ook. Zag je Jack Tuip even zo. En dan denk ik bij mezelf van, ik denk niet dat de mensen geïnteresseerd zijn in wat jij nu zegt. Dus, ik moest trouwens op woensdag, de Dijken Ajax, moest ik ook aangeven dat er geen kinderen op het veld mochten. Ja, dat werkte niet echt, hè? Nee, maar dat zijn ook allemaal dingen die opgedragen worden natuurlijk. Want dan ben je ook ingedekt voor de KNVB. Ja. Maar ja, toen ik het hoorde, toen dacht ik al van, nou lopen de volwassenen direct ook op het veld. Ja, dat blijft. Maar het was wel leuk, want dat is ook amateuristen, weet je. Dat is mooi. De Dijk is een amateurclub, dus daar gebeurt het ook elke keer. Ja, maar dat is het mooie aan het bekervoetbal. Maar het was geweldig, was het, vond ik het. Ja. Zijn er wel eens dingen, Bas, die je hebt meegemaakt hier, die je grappig zijn om te vertellen? Nou ja, wat je hier gewoon meemaakt is gewoon net als in dat, gewoon dat de spelers gewoon, het is allemaal heel ontspannen. Het is allemaal, ik vind het echt, en natuurlijk hebben we wel eens last pakken. Kijk, ik had nu geluk natuurlijk dat bepaalde spelers niet helemaal fit waren deze wedstrijd. Want de meest ervaren spelers, die komen vaker naar je toe. Hè. Die zoeken dat contact wel. En het is net wat jij zei, de jongere spelers zijn toch vaak, het lijkt wel of het steeds jonger wordt. Ja. En die durven ook minder tegen de scheidsrechter te zeggen. Ik heb wel eens meegemaakt bij Telstar dan, had ik ook een jonge gast. Dat was dan echt een uitzondering, vloot de Jupiler League wedstrijd van Telstar. En op een gegeven moment was het, die wedstrijd was echt slecht, joh. Het was echt ongelooflijk, ballen gingen alle kanten op, was ongelooflijk slecht.
En die speler die was ook verschrikkelijk slecht. Was echt die speelde echt slecht. En die had de grootste mond. Dus op een gegeven moment, jongen, er komt weer een vrije trap. En hij maakt weer van die gebaren. Welke speler was het? Nu ben ik zat. Ja, maar dat is dus het erge. Alles, dat, ik kan me niet meer herinneren welke speler dat was. Welke naam dat was. Dus, maar op een gegeven moment, ik fluit dus voor de vrije trap. Ik denk, nu ben ik het zat. Dus ik roep hem ook echt naar me toe. Ik zeg, nu ben ik het zat. Ik zeg, ik ben hier op vrijdagavond. Die wedstrijd is niet om aan te gluren. Ik zeg, jij voetbalt als een krant. Ik zeg, denk je niet dat ik op vrijdag liever een avondje naar de bioscoop ga dan dat ik hier loop te fluiten? Ja. Dat mag jij niet zeggen, belachelijk. Toen verloren ze met 4-0. En die speler kwam na afloop kwam hij naar me toe rennen. Ik denk, nou zou ik het krijgen. En ik kwam naar me toe. Hij zei, scheids, je had beter naar de bioscoop kunnen gaan. En dan denk ik van, ja, dat vind ik mooi. Ja. Dat ook af en toe volg je nog steeds het atremmen. Dus ik vind het mooi. Dus verder bij Volendam. Ja, het is geen gekke dingen. Maar als je nou bijvoorbeeld, als het nou bijvoorbeeld 5-0 staat. Ja. En je krijgt 3 minuten extra tijd. Ja. Heb je dan niet zoiets van, ja, maar jongens, na die eerste minuut. Ja, ja klopt. Dat is het probleem nu. Vroeger had je gewoon 5-0, 90, klaar. Afluiten, klaar. Hè? Ja. Ja. Maar tegenwoordig kan dat niet meer. Want stel ik fluit af, en wat zeggen ze dan? Ja, het had ook 6-0 kunnen zijn. En dan 6-0. En dan kunnen op 1 doelpunt na kunnen wij misschien Europees voetbal missen. Ja. Of kunnen we een kampioenschap missen. Maar zo wordt het tegenwoordig al gekeken. Right. Alles ligt daarin onder een vergrootglas bij ons. Ja. Dus wat dat betreft is dat... Ja, is dat wel jammer. Daar gaat de charme steeds meer vanaf. Ja. Ja. Goed, Gerrie, we willen jou bedanken voor je komst. Graag gedaan. Top dat je was. Ja, ligt als dank een pontje paling in de koelkast hier in de kantine klaar. Dus kun je lekker van genieten dit weekend. En met kampioenschap zal hij er wel weer zitten, toch? Of niet? Want hij is ook een succesreporter. Die komt ook alleen bij de mooie wedstrijd. Ja, maar ook zelf. Hij kan zelf ook kampioen worden dit jaar. Staan bovenaan. Ja, daar gaan we wel voor. Ja, toch? Ja, dan mag hij nog een keer komen, denk ik. Met de botter over de dijk, hè? Nou, we laten deze maar even komende zondag proberen te winnen. Ja. Laten we niet op de zaken vooruit lopen. Succes. Nou, goed. Op jouw plaats schrijft zo Eddie van der Leij aan. Dat is schrijver van het boek over Bas Nijhuis. Daar hebben we net al even over gehad. Dus hij kan er mooi over vertellen, heb ik vernomen. Ja, geef hem een microfoon en je komt er zelf niet meer tussen. Dus succes. Ja, dus dit wordt een uitzending tot 5 uur? Ja, dat wordt een uitzending tot 5 uur. Dus we kunnen net zo goed allebei van tafel gaan, maar dan kom je echt niet meer tussen. Dus, Ondertussen gaan wij even naar een filmpje kijken. Het gaat over de FC Volendam scheurkalender. Die werd afgelopen donderdag ook gepresenteerd. Jack Muren was erbij en hij vroeg aan Kortol over het hoe en waarom. Ja, het idee komt niet bij mij vandaan, Jack. Er zijn van die dagen, dan overkomt je iets en dan zeg je ja. En dan later ontdek je waar je ja tegen gezegd hebt. Erg veel werk dus. Nou ja, dat vind ik punt 2. Maar het verhaal is heel simpel. Op een gegeven moment werd ik naar boven gebeld in het stadion. Daar was Ed Guit en die kende 2 mensen. En die hadden vorig jaar een kalender uitgegeven. De Voetbal Legends. En dat was een succes. Het was heel snel uitverkocht. En toen hadden ze met Ed Guit zo eens doorgenomen. Eigenlijk zou je zoiets ook wel kunnen maken voor bijvoorbeeld Volendam. Ze zegt het Guit tegen die mensen, dan moet je Kortol vragen, want die kent de club uit zijn hoofd en als je wat nodig hebt, dan moet je Kortol hebben. Nou, en toen bleek dat het om een dagkalender ging, met een voor- en achterkant, dus het ging om dik 600 pagina's. Waarom moeten de mensen nou eigenlijk deze scheurkalender aanschaffen? Ja, nou dat vind ik een beetje moeilijk, want ik ben zo subjectief natuurlijk. Kijk, ik vind het de mooiste kalender die de laatste jaren verschenen is. Maar ik denk als je een beetje van voetbal houdt en je houdt van historie en nostalgie en een beetje jeugdsentiment en je hebt iets met Volendam en dat hebben toch veel mensen. Dat viel mij op toen we om medewerking vroegen. Als je ziet hoeveel mensen er buiten Volendam zeg maar spontaan zeiden van ja we maken een stukje, want die staan er ook allemaal in. Er staan zo'n 100 bijdragers in van medewerkers. Ja en dan denk ik, dan zie je toch dat Volendam zeg maar leeft gewoon. En dat vind ik het aardige. Ik sta hier samen met Wilfried en Carola Tol, de zoon en de dochter van de wereldberoemde in Volendam, van de Knoest. Wilfried, het is wel een eer hè, om op die scheurkalender je vader te zien. En volgens mij staat hij ook in elk elftal. Ja, dat hoorde ik net van Kees van Nijnhout al. En het blijft inderdaad een eer om te zien dat hij al die jaren dat er nog steeds zo erg leeft. En dat er toch weer iets wordt uitgebracht waar... Ja, pa op de voorkant staat. Daar zijn we ontzettend trots op. Ongelooflijk. Overal waar je komt, zijn naam wordt elke keer geroepen. We vinden het geweldig. Niet alleen in Volendam trouwens. Ook buiten Volendam. Iedereen kent hem nog. Dus we vinden het echt een eer vinden we dit. Ja, dat hij op de voorkant staat van dit boekje, ja, van die kalender. Jullie hebben hem allebei niet gekend? Of? Ik heb hem wel gekend. Ja, hoe lang dan? Ik was 11, dus... Okay. En Wilfried was 7, dus die heeft hem minder goed gekend. Maar voetballend? Ja, want ik ging ook vaak mee als klein meisje, dus dat herinner ik me nog. En ja, er blijven nog wel wat dingen hangen bij mij.
Hoe lang is je nu overleden? 44 jaar zo direct, 13 december. Het is een hele tijd. Het is een mensenleven. Maar hij leeft nog steeds voort? Hij leeft nog steeds voort. Wat is voor jou het mooiste eigenlijk aan deze scheurklim? Nou, ik wist natuurlijk wel veel van Volendam. Niet te vergelijken met jullie, maar toch wel iets. Maar wat me bij is gebleven nu, wat ik heb ontdekt, is Dick Tol. De knoest. Wat voor grootheid dat toch was. We zijn er nou half jaar mee bezig geweest bij elkaar. En uit alle hoeken, uit alle gaten, komt vroeg of laat, bij elke derde zin, daar komt Dick Tol in voor. Geweldig. En wat een fenomeen. Ja, dat was het zeker. Maar, nou. maar wat kunnen de mensen nou eigenlijk verwachten van deze scheurkalender? Elke bladzijde een anekdote. Hoe gaat zoiets? Het is 360 pagina's, keer 2. Dus hij is heel rijk. Er zijn wel andere voetbalscheurkalenders. Die houden het allemaal bij de voorkant. Voor- en achterkant. Er stijgt een warmte uit de op. En een nostalgie. En een talent. Dat kent ze weer gaan niet. Dit hebben er niet veel clubs, hè? Nul. Nul. Er zijn clubs die hebben een scheurkalender. Maar het lijkt, als je deze hebt gezien, dat doen je ogen pijn als je die andere ziet. Ja, de scheurkalender is te koop in de plaatselijke boekhandel en online te bestellen. Voor een schijntje. Collectors item. Bij ons is inmiddels aangeschoven Eddy van der Leij. Auteur van het boek Niet Zeiken Voetballen over Bas Nijhuis. Ja, klopt. Succes schrijven mogen we wel zeggen nu, hè? Het begint erop te lijken. Ja, we waren natuurlijk behoorlijk verrast door het snelle succes. Als je binnen een week al op nummer 3 binnenkomt in de bestsellerlijst, dan mag je alleen maar de vlag uithangen. Ja, want wat wil dat precies zeggen? Hoeveel zijn er nu verkocht? Ja, ik denk dat we inmiddels, we zijn toe aan de vierde druk binnen anderhalve week. En dan zit je al richting de 15.000. En ik bedoel, wij willen natuurlijk altijd meer. We hebben een topsportmentaliteit. Meer, 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 beter. Alleen, ja, er is ons gezegd dat dit al behoorlijk uniek is voor een boek. Dus ja, goed. Maar goed, wat ik al zeg, we staan nog maar aan het begin. En ja, we willen meer en door. Dus kom erop. Hoe gaat het al in zijn werk? Zijn jullie daar lang mee bezig geweest? Ja, eerlijk gezegd hebben we anderhalf jaar geleden hebben we voor het eerst met elkaar gesproken. Het idee over het boek hebben we gelanceerd 2 jaar geleden. Met Johan Derksen ook daarbij, want dat is de uitgever, althans Over Amstel uitgeverij, gelieerd aan Voetbal Insight. En zijn dochter is de bladmanager, zeg maar, Marieke Derksen. En daar is dit idee geboren. Ik was met Bas al diverse keren in het land geweest voor shows en voor lezingen, presentaties. En Bas vertelde op een geweldig ludieke manier en humoristische manier over taferelen op het voetbalveld en uit zijn voetballeven, uit zijn arbitrale leven. Ja, daar is het idee ontstaan en op een gegeven moment Bas was het daarmee eens. We hebben dus anderhalf jaar geleden hebben we al een voorzet gegeven. Toen dachten we, misschien is het nog te vroeg om nu al dat boek uit te geven, nog actief enzovoorts. Maar Bas vertelde mij een maand of 6-7 geleden, ja, we moeten het toch maar doen. Ik ben er klaar voor. Toen hebben we eigenlijk binnen 3 maanden, afgelopen eind mei, ben ik begonnen met het schrijven. Ik ben 10 keer bij hem geweest. Ik woon bij hem om de hoek. Ik kon op de fiets. En vervolgens was het eind augustus was het klaar. Dus 3 maanden. Oké, er staan tal van sappige anekdotes in natuurlijk. Over Stam, over Van Gaal, over Ronaldo, over Suarez. Wat is zelf het mooiste, Bas? Wat vind jij het mooiste? Nou, ik vind wel het mooiste dat je echt op allerlei dingen mee te maken. Het kan ook zijn dat je met je assistenten wat meemaakt of dat je in het buitenland dingen meemaakt. Er wordt altijd heel veel wat nadruk gelegd op de voetballerij. Ik vind ook mooi dat bijvoorbeeld, wat ik heel erg mooi vind, bijvoorbeeld dat je ook hele grappige dingen meemaakt. Stel, we gaan naar het buitenland. Ik heb buitenlandse wedstrijden en ik moet bij Galatasaray fluiten. Kijk, en normaal is de voertaal is wel Engels. Maar in dit geval, ik denk, ja, Galatasaray, 80.000 Turken. Het is fantastische sfeer. Ik zeg, wat moet je daarna gebruiken? Maar dan woon ik in Enschede en inderdaad 3 straten verder mee woont een Turkse jongen. En daar ben ik dus naartoe gegaan. Ik zeg, kun je mij wat Turkse woorden leren? Hij zegt, wat wil je weten? En ik zeg, ja, die kan gebruiken bij die wedstrijd. Toen heeft hij me 3 woorden geleerd, hè? Bijvoorbeeld vrije trap en heel simpele dingen. En ik ging die wedstrijd en die heb ik gewoon blindelings opgevolgd. Een 34 minuten vrije trap tegen de Turken. En ik wil dus op 9,15 meter zetten. En ik zeg dus meelopen in de Turken. En dat is Takmadish, Takmadish. Dus ik loop zo, jongens, kom maar, Takmadish, Takmadish. Maar die jongens liepen niet mee, hè. Die bleven staan, handen in de lucht, wegwerpgebaren. Ik denk, jongens, wat is dit, man? Dit werkt niet. Dus ik ga terug. En je weet als scheidsrechter, 80% is gewoon body language. Dus ik loop terug en zeg, Takmadish, Takmadish. Ja. En toen liepen ze wel mee, maar ze stonden nog met die handen in de lucht. Het zal wel. Maar dan kom je dus na afloop van de wedstrijd, zit je dus hier aan zo'n tafel. Meneer Zouef uit Rusland, dat was mijn waarnemer, die doet zijn laptop open, checkt alles. En dat is voor ons echt spannend, hè? Want is het dan allemaal goed? Op een gegeven moment laptop dicht, prima, zegt hij, prima gedaan. Ik zeg, nou, dan drinken we een biertje, hè? Wacht even, zegt hij. Hij zegt, je muurmanagement is een drama. Dus ik zeg ook, muurmanagement, ja, zegt hij, Bas, zegt hij. Ik zit op de tribune
Ik zeg, je wil die muur meenemen. Spelers lopen niet mee. Maken wegwerpgebaar. Waar ben je mee bezig? Ik heb me nogal goed voorbereid. Ik zei tegen die gasten in het Turks, meelopen, meelopen. Dan zat een Turkse man naast, een RLO, een license officer. En die zei, maar Bas, wat zei je nou precies? Ik zei, ja, meelopen, meelopen. Hij zei, nee, welk Turks woord? Ik zeg, takmadish, takmadish. Ja, hij zegt, vind je het gek dat ze niet meelopen? Ik zei, hoezo? Ja, hij zegt, dat betekent kunstgebied. Dus dat is wel het juiste woord, moet je dan zeggen. Het viel nog mee, Bas. Het viel gelukkig mee. Had veel erger gekund, hè? Dan sta je wel compleet voor. Allemaal lachen die spelers. Ja, tuurlijk. Maar die denk ook, wat is dat voor gek, die scheidsrechter uit Enschede. Maar die Turkse buurjongen had jij dus gewoon in de zijk genomen? Ja, dus ik kwam terug in Enschede en ik had hem eigenlijk een shirtje beloofd van Galatasaray, want je krijgt heel vaak een shirt. Hij zegt, in mijn shirt? Ik zeg, dan kun je kopen op het Marktplaats, je krijgt van helemaal niks meer, want hij heeft me gewoon in de zijk genomen. Ja, tuurlijk, ja, ja. En nu doe ik altijd even Google Translate. Ja. Is nog moeilijk, maar goed, maar het werkt wel een stuk beter. Had jij ook een voorbeeld trouwens? Ja, ik had Anders Frisk, Zweedse scheidsrechter was dat. Echt een lange blonde haren, had altijd zijn shirt wijd open, een beetje, was echt een mannetje hoor, was echt een mannetje. Ik was toch wel iemand die hield van de scheidsrechters die er een beetje uitsprongen. En niet zo er tussendoor liepen. Dus de herkenbare gasten. Ja, ja, dat is, ja maar ja. Als jij een middelmatige scheidsrechter was geweest zonder uitstraling, had ik nooit een boek met jou geschreven. Nee. Ik bedoel, hij is. Ik bedoel, als de Nederlandse voetballerij een kermis is, dan is Bas de achtbaan. vol loopings, vol bizarre bochten. Daar heb je over nagedacht. Hij is de meest charismatische scheidsrechter die er is. Hij heeft uitstraling, hij heeft de humor als een kont hangen. Hij vertelt geweldige verhalen, dat zien we nu ook. En ja, dat is een dankbaar onderwerp om over te schrijven. Het is een koninkrijk voor een schrijver. Ja, het is ook wel lachen, hè? Af en toe dan... Zijn vaak korte anekdotes. Ik heb huilend achter de tekstverwerker gezeten. Van het lachen. Ja, ik heb het ook niet vaak dat ik dan echt een boek lees en dat je wel echt aan het lachen bent. Het is constant humor. En dat is geweldig om ook te schrijven. Dus het is een cadeautje voor mij ook. Maar er staat ook, wat ik ook een interessante passage vond, was over de keerzijde van het leven als scheidsrechter. Mm-hmm. Dat heb je natuurlijk ook meegemaakt. Ja, dat klopt. Dat is wel, kijk, bijvoorbeeld de zwaarste wedstrijd ooit beschrijven. Bijvoorbeeld Utrecht PSV. Dat was op het moment dat een vrouw in één keer het nieuws brengt van dat je wordt aangeklaagd voor zware mishandeling. Ja. En dan zoek je dat na, zware mishandeling. Weet je wat je dan moet hebben gedaan? Dat is echt ongelooflijk zoiets. Ja, en dan blijkt zoiets, ik had daar al last van een bepaalde stalking, zeg maar. Maar ja, dat loop je niet mee te koop, dus dat hou je altijd. En in één keer komt het uit. En dat hele verhaal, dat je dus zo iemand dus een keer buiten je hek hebt gezet, omdat hij gewoon op je terrein was. En dan wordt het zware mishandeling. Ja, dat is echt, dan sta je echt wel even, dan denk je, wat gebeurt hier? En dat gebeurt net voor het weekend, ik moest Utrecht PSV fluiten. Ja, joh, ik heb nog nooit zoveel druk gevoeld met de wedstrijd. En dat is wel echt de keerzijde, hoor. Hoe is dat afgelopen met die vrouw? Ja, we hebben natuurlijk die hele zaak hebben wij daarna gehad. En we hebben dat allemaal... En dat is natuurlijk allemaal vrijgesproken, dat sloeg allemaal nergens op. Maar goed, dan krijg je de vraag, want wat we echt graag wilden was, en dat had ik ook mijn advocaat, ik zeg, wil dat ze aangepakt wordt. Ik wil dit niet, ik wil mijn naam gezuiverd hebben. Want mijn naam wordt overal neergezet. Ja. En later lees je één zinnetje in de krant, dat er niets van waar was. Dus ik zeg, ik wil dat. Maar toen zei die advocaat ook, oké, we hebben wel bewijs. Je hebt natuurlijk foto's dat ze daar heeft gestaan, voor het hekwerk, alles gedaan. Hij zegt, dan wordt het weer een hele zaak. En dan ga je weer alles opratelen. En dan kom je weer wekenlang in de media. En je weet hoe dat met voetbal gaat. Dat ligt gewoon onder de vergrootglas. Maar we hebben wel gezegd, want inderdaad, dat is een brisante zaak geweest. En moeten we dit nou melden in het boek? Ja, want als hij een boek schrijft, moet hij ook all the way gaan. Ja, dan moet je niet dingen achterhouden. Dan krijg je dat gezeik weer. Van ja, hij schrijft niet alles op. Klopt. Dus hij heeft wel het complete pakket heeft hij geleverd. En dat heb ik ook tegen hem gezegd. En daar was hij mee akkoord. We hebben het nog wel even aan de advocaat laten lezen, die passage. Maar die was het ermee eens. Maar die vrouw die woont nog steeds bij jou in het dorp? Of in de stad? Ja, ja. De metropool van het oosten, hè, Enschede. Voor goede orde. Wereldstad. Wereldstad, ja. En hebben jullie het bijgelegd inmiddels? Of is het gewoon ik heb het natuurlijk nooit weer gezien. Dus daar zit ik ook echt niet op te wachten. Maar je denkt soms wel van, ongelooflijk, als de postbode was gebeurd, dan hoor je er niets over. Nee. En nu dit. En dat vind ik de keerzijde van het voetbal. Ja. Komt steeds meer. We hebben natuurlijk steeds meer ook, je kunt bijna nergens meer naartoe gaan. Of mensen pakken een telefoontje, maken een foto, zetten het direct op Twitter. Of weet ik. Dus het is, als je een avondje, bijvoorbeeld je bent een weekend vrij, je gaat stappen met je vrienden een keer. Ja, ze maken zo een foto en dat zie je het overal later weer op internet. En dat vind ik wel de keerzijde van het... Van het betaalde voetbal waar je in zit. Straks heb je Sparta tegen Groningen. Ja. Ook een leuke wedstrijd. Ja, leuke wedstrijd. Maar zeker waar ook de nodige druk op zit. Bij beide teams draait het niet. Ja. Beide trainers staan denk ik wel aardig onder druk. Ja. Dus, ik zou wel even tegen Robert zeggen dat hij... Ik kan hem wel even bellen dat hij moet gaan liggen in het strafschopgebied.
Ja, Robert Muren. Ja, Robert Muren, ja. Ja, ik zal ook even zeggen, want u denkt gewoon, jongens, dit programma loopt een tierlie. We zitten hier al vanaf vanmorgen 7 uur. Want dit loopt elke keer opnieuw. Het is ondertussen 5 uur. Ik kan het op een klokje laten zien en we zitten hier nog. Dus ja, wat dat betreft, je moet naar die wedstrijd natuurlijk. Moet naar die wedstrijd, ja. Dus, ja, je hebt 2,5 uur in de make-up gezeten natuurlijk. Ja, dat is wel waar. Ja, dat klopt. 2,5 uur in de make-up. Dan hebben wij weer, voor ons is dat een minuutje. Was ook wel nodig, hè? Ja, was wel nodig gisteravond, dat klopt. Nee, dat is waar. Maar het zijn wel drukke tijden voor jullie momenteel, kan ik me voorstellen. Ja, maar wel erg leuk. En het is echt leuk. Ja, we doen een hele promotietour. En we zitten ook volgende week zitten we weer in Noord-Holland. We zitten in Sint Pancras, we zitten in Schagen. Ja, en alles om dat boek te promoten. Ja. En we moeten het ijzer smeden als het heet is. En het is ook wel leuk. We zitten in Sint Pancras. Daar zaten we vorig jaar ook voor een sportcafé. En daar komt er over de impact van een beslissing van Bas jaren geleden. Dat was die actie met Esteban, de keeper van AZ. Die werd toen aangevallen door een idiote supporter. En die schopte hem, maar de keeper die ging ook los vervolgens op die supporter. Vanuit zijn primaire emotie natuurlijk. En Bas geeft hem rood en die wedstrijd wordt gestaakt. Veel ophef, dat weten we allemaal nog als voetballiefhebbers. En 7 jaar later zitten wij in een sportcafé. En dan komt er een man op Bas af en die zegt... Ik heb 7 jaar op dit moment heb ik gewacht om jou eens even goed de les te lezen. Want destijds, ik heb de tv bij wijze van spreken door de kamer heen geflikkerd. Ik heb mijn vrouw bijna bedreigd vanuit de emotie. Ik heb jou gehaat 7 jaar lang... Toen ik pas geleden een aankondiging las dat ik op dit moment dat je in de buurt zou zijn hier, toen dacht ik en nu ga ik je daarop aanspreken. En dat deed hij op een bescheiden manier en de conclusie was, ik vind het jammer dat je zo'n leuke vent bent. Maar het geeft aan wat de impact is van een beslissing van Bas in dit geval. Het staat mooi opgetekend in het boek ook. Ook het feit dat die man na 7 jaar nog weer die confrontatie zoekt. Ja. Maar ja, dat is dus, dat kan voetbal met een mens doen, met een supporter. En dat vind ik wel mooi om te zien. Deze man was uiteindelijk heel respectvol. Ja, maar die heeft 7 jaar lang heeft hij met een frustratie rondgelopen. Ja, ongelooflijk. Ja, dat is echt. Kun je Ronaldo inmiddels wel een beetje bijbenen trouwens? Ja, ik ben erop getraind. Dus als ik naartoe moet, dan moet ik hem wel bijbenen. Het is echt snel hoor. Het is echt ongelooflijk, hè. Ja. Die gast is echt. Messi heb je ook alles gefloten? Ja, Messi, Ronaldo, allemaal de gasten. Ja. Maar het is gewoon... Ja, die jongens zijn zo fit, joh. Ja. Top fit. En dan, eigenlijk ongelooflijk dat hij nooit geblesseerd is, die Messi. Nee. Die krijgt wel een paar aanslagen per wedstrijd. Ja, klopt. Maar die is zo berensterk, net wat je zegt. Maar wat ik wel mooi vind, je hebt Messi dan, maar je hebt ook Ronaldo. En Ronaldo is eigenlijk nooit wel. Messi is later ook wel met tatoeage. Die is best wel veranderd in zijn hele gebeuren. En Ronaldo is gewoon dezelfde gebleven die hij altijd al was. Hè. Dat vind ik wel... Dat is zo'nzelfde voorbeeld, want dat is ook iemand die... Ja, qua uiterlijke wordt hij vaak daarop benadeeld en zo. Terwijl mensen kennen hem niet. Maar... Nee, maar dat is ook het eerste beeld wat je van hem hebt. En hij komt vaak al arrogant en dan loopt hij. En ik kwam het stadion binnen ook en dan liep hij ook in zijn zwarte pak, gouden koptelefoon. Denk ik, klopt wel aardig. Wel klopt wel aardig, dat beeld. Maar op het veld, jongen, het is echt een fantastische gast. En net wij zeggen, hij gaat snel langs die verdedigers, maakt hij elke keer die actie. Ja. En dan scheidsrechter moet hij elke keer achteraan. Dus ik zei inderdaad een keer tegen hem, Ronaldo, please, for me, stop it. Ja. I'm broken. Ik was ook echt kapot. Toen moest hij lachen. En de volgende keer toen hij die actie maakte, wachtte hij even, speelde die bal opzij. En die bal gaat over de rechterkant. En toen liep hij op een gegeven moment wel naast mij. Hij zegt, gaat er weer scheids? Ref, are you okay? Come on, can I play again? En ik denk van, dat vind ik mooi. En dat verwacht je niet van dat soort spelers. Nee. Dus dat vind ik leuk. Ja. Tot slot, wij hebben trouwens ook een bekende scheidsrechter uit Volendam. Ja. Jan Keijzer. Jan Keijzer, Jan Keijzer was ook, maar dat was toch ook een, maar Volendam, ik bedoel, Arnold Muren, Gerry Muren, Pier Tol, een bakermat van geweldige voetballers. Laten we dat even niet onderschatten, hè? Ja. Eervol dat we hier mogen zijn. Hij weet de hele regio weet hij in te komen. Dat is ongelooflijk. Maar het is wel zo. Als je ziet in de historie wat er allemaal is. En ook net we zeggen, de scheidsrechter, alles, hè? Ja. Maar Jan Keijzer, dat was natuurlijk een grote scheidsrechter. Ja, 100%. Ja, hebben jullie wel eens contact met hem gehad? Ja, het is natuurlijk wel in mijn tijd ervoor, zeg maar. Maar ik ken wel de beelden en alles. En het was wel een man, hoor. En als je de verhalen hoort van ook van oud-collega's, dan was het wel een... maar ook iemand die gewoon ook daar stond. En die niet in de massa liep. Ja. Dat vind ik wel mooi. Daar heb ik wel waardering voor. Ja. Nou, mooi heren. We gaan het afsluiten. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst. Ja, leuk. Voor jullie ligt er nog een pontje paling klaar in de koelkast. Dat was de voorwaarde ook. Hè? Anders kwamen we. Ja, inderdaad. Ja. Jij zegt net, het is een eer om hier te zijn. Maar ik heb moeten praten als brugman om jullie hier te krijgen. Paling was doorslaggevend. Ja. Ja. Okay. Maar hij heeft ook beloofd dat hij een keer bij mij in de radioshow komt, toch? Ja, zeker. Ja. Zeker. Okay, dus, na zijn carrière. Dat duurt nog 10 jaar dan. Ja, hoop ik toch. Vanmiddag gaat FC Volendam op bezoek bij MVV. Lastige uitwedstrijd. Komende vrijdag spelen ze thuis tegen Jong PSV. Wij zijn over 2 weken weer terug met een nieuwe uitzending. Deze wordt de hele week herhaald. Op Love TV is terug te zien via YouTube en de website. Verder is er komende woensdag een nieuwe Love Football Extra.
met Jack Muren en Bert van der Poppen. Jack, wie hebben jullie in de studio? Wij hebben cabaretier Figo Waas hebben we in de uitzending. En die is bekend met Peter Heerschop en Raoul Heertje. Onder andere, en nu is hij trainer van WVAEDW. Oké, okay. Amsterdam. Dat is een mond vol. Mond vol, ja. Beloofd spektakel. ABCDEFV, ja. Goed, de rest mij niets anders dan jullie bedanken voor het kijken en graag tot over 2 weken. Doei, doei. De aftrap werd mede mogelijk gemaakt door slagerij J&J Rundekamp, Jan Smit BV, Smit Bokkum. Al 6 generaties en ruim 160 jaar het culinaire visitekaartje van Volendam. Pandora Intelligence, Finding the Narrative in Big Data en Vishandel Sier.